windvlaag. En hiermee is het af. Yay! Auw! Er is iets aan de hand in Storyland. Er was eens lang geleden een baby die een sterke schuilplaats tegen de wind moest bouwen. Maar in zijn eentje kon hij dat natuurlijk allemaal nooit sjouwen. Ai, ai. Ouch. Hoi, ik ben Dreamy. Wat is er aan de hand? Hij komt eraan. De sterke windvlaag naar mijn schuilplaats. Oké, rustig maar. Ik ben Piggy. En de windvlaag kan hier elk moment zijn. Elk jaar bouwen mijn twee broers en ik hier een schuilplaats om het boek te beschermen. Maar ze zijn ziek. En nu moet ik het helemaal alleen doen. En wat gebeurt er als je het niet op tijd afkrijgt? Dan zal de windvlaag het meest waardevolle van onze wereld verwoesten. Dat zou een ramp zijn. Dus ik probeer het, maar ik ben maar in mijn eentje. Arme Piggy, je hebt je arm bezeerd door al dat vele sjouwen. Het komt wel goed. Wij geven je weer moed. Wij zeggen stop en lossen het op. Hups. Oh, je bent zeker ook ziek. Samen gaat het zeker lukken. We bouwen samen een schuilplaats. Kom op. We hebben cement, grind, zand en bakstenen nodig. Ja, bakstenen. Ja. Beetje bij beetje. En mijn broers zeggen altijd, steen voor steen en het lukt ons meteen. Goed zo, baby's. Nog wat meer naar rechts. En een beetje meer hier. Oh nee, kijk uit, Dottie. Huh? Stop de tijd. Oef. Tijd gaat door. Huh? Waar is mijn baksteen? Dit gaat wel heel erg traag. We krijgen dit niet af vandaag. Als de bakstenen nou niet zo zwaar waren... En het cement een beetje meewerkte. Auw, en we geen schep nodig hadden. Ik weet het. Waarom gebruiken we geen stroop? Maar... Ja! Zie je, het gaat veel sneller op die manier. Maar sneller betekent niet... Dat het ook blijft staan. Je hebt gelijk. Het stro is niet, Ijs! Dat hoeven we niet te dragen. En lekker koud. We bouwen een iglo om het boek heen. We hebben meer ijs. Huh? Ja! Veel meer ijs! Ja! Ja! Maar... waar is de rest van het ijs? Gesmolten door de zon. Ik weet dat het niet makkelijk is, maar we moeten het wel goed doen. Anders zal de windvlaag het boek verwoesten en is alles voor niks geweest. Piggy, we doen het weer op jouw manier. Ja, kom op! Deze keer lukt het wel. We zingen dit lied over de wind. En we werken samen tot hij ons vindt. Want onze wereld is een mooie plek. En aan hechte vriendschap hier is geen gebrek. Samen moeten we het boek beschermen. Iets bedenken dat zou kunnen werken. Geen probleem, een muurtje van steen. Met wat extra hokjes erbij. Hoe komen we hier eigenlijk weer uit? We zijn de deur vergeten! Zie je, haast is nooit goed! We moeten iets bedenken om hier uit te zien te komen. Oh, had ik die schep nog maar! Zie je, als we ijs hadden gebruikt... Dat is het! IJsjes! onze schuilplaats smaakt goed! Je had gelijk. Het belangrijkste is dat we ons best hebben gedaan en dat het allemaal goed is gekomen. Samenwerken is wat telt. Steen voor steen en ijs voor iedereen. Storyland Magic Tears! En zo nam Piggy, vastberaden en met veel moed, het op tegen de wind en kwam het uiteindelijk allemaal goed. Het boek zal niet weggaan en het sprookje zal blijven bestaan.
is Magic Tears. Een wereld van vriendschap en magische verhalen. Crybabies. Storyland. Martin en het mysterie van de gekke laarsje. Goedemorgen, Scarlett. Goedemorgen, Martin. Huh? Een sok? Deze moet van u zijn, mevrouw. Inderdaad. Bedankt, Martin. Geen dank, Scarlett. Ik ben echt goed in mijn vrienden helpen. Vind je ook niet, Maus? Huh? Hey. Geen zorgen, Bowie. Wacht. Yes. Graag gedaan. Oh nee, de ladder wiebelt. Ik kom al. Ha. Huh? Dank je, Martin. Oh, geen dank hoor. Ik ben een echte held. Dat was een mooie dag, Maus. Ik help mijn vrienden graag, maar het is ook vermoeiend. Tijd om te eten. Even opladen. Oké, Maus, jij mag ook. Ik hou van kaas. Kom op, Maus, we gaan naar bed. Goedemorgen. Mijn cape, mijn hoed, mijn zwaard, mijn heldenbadge en mijn... Oh, waar zijn mijn laarzen? Ah, mijn laarzen! Je krijgt me toch niet. Je kan mij toch niet pakken. Oef, ik ben moe. Het ruikt hier lekker naar kaas, zeg. Oh, die lekkere geur komt uit Storyland. Baby's! Oh. Er was eens heel lang geleden een held in de stad die zijn laarsje niet meer onder controle had. Kijk! Huh? Kijk daar! Die laarzen bewegen! Ik maak een foto. Dan zien we ze beter. Onmogelijk. Ze zijn te snel. Huh? Het spijt me, maar ik begrijp je niet. Hij zegt dat dit een ramp is. Ik ben Martin de Held en er is iets mis met mijn laarzen. Zijn ze betoverd? Wat het ook is, er is iets mis. Maar ik weet niks over betoveringen en zonder mijn laarzen kan ik niet werken. Willen jullie mij helpen? Toe? Natuurlijk. Achter de laars aan. Voorzichtig, ze kunnen in één stop duiken. Hey, daar zijn ze, die kant op. Ik heb ze. Vormen twee teams, kijk maar. Dottie, Connie, Lady en Jenna, jullie pakken de rechter. En de rest, met mij, pakt de linker. Kom op! Ja! Yeah! Auw! Achter hem aan! Baby's, zien jullie al iets? Ik zie niks. Ik ook niet. Geen geluk. Laat me gaan! In de knoop. Toevallig heb ik zo'n honger. Kijk uit, Lady! Lady, wacht! Niet zo snel! Help me! Waar is mijn kaas? Maar wat gebeurde er? Hier, heb je het antwoord. Oh, wat schattig. Dat zijn twee meisjes. Maar hoe zijn ze daar terechtgekomen? Dat komt door mijn favoriete eten. Er is denk ik wat kaas gevallen in mijn laarzen en de muizen zijn erop afgekomen. Dat is niet gek. Die kaas is verrukkelijk. Ik snap het. Soms zijn dingen gewoon niet wat ze lijken. En elk mysterie heeft wel een uitleg. En jullie hebben mij geholpen om mijn laarzen terug te krijgen. Ja! Yeah! Dank je, baby's. Zonder jullie was het me niet gelukt. Storyland Magic Tears! En zo is het sprookje van Martin en zijn laarzen voorbij. Hij heeft het mysterie opgelost en is gelukkig weer blij. Wat is er, Lady? Gaat het wel goed? Weet je wat ik mis? Die verrukkelijke kaas.
de vorige aflevering. Kijk wat ik heb gevonden. Een zwaard. Ah, jij nam zwaard Stella. Nu fantasywereld boom. Explosie. Dat de speciale popspenen van elke wereld de oplossing zijn. Ah, help! Nee. Fantasy boom deel 2. Ik heb je, Bruni. Oh nee. Pak aan. We hebben de hulp van de rest van de baby's nodig. Team A haalt de speciale fopspeen op van Tutti Frutti Island. Klaar. Team B is klaar om de speciale fopspeen op te halen uit Storyland. Laten we gaan. Wij vertrekken naar Fantasywereld en gaan op zoek naar de diamanten fopspeen. Aan de slag. Ah! Fantasywereld is in gevaar. We moeten iets doen en snel. Wat we moeten doen is op zoek naar de diamanten fopspeen. Kom op. Ja, kom op. Hé, hey, Narvi, waarom zit je steeds met Stella in je hoofd? Ik vind haar gewoon zo dapper. Zit ik denk je ook in haar hoofd? Even kijken. Oh. Niet echt. Haar hoofd is een warboel. Ze denkt steeds maar aan het schat, Dina en Tina. Dat is niet gek. Fantasywereld is ook in gevaar. Hey! Hoi, baby's. Wauw, wat een mooie pyjama. Speciale fopspeen. Daarmee redden we Fantasywereld. We moeten opschieten, alsjeblieft. Volg mij. Hij moet in de snoepjesfabriek liggen. Maar even, waar hebben jullie die geweldige pyjama's vandaan? Als ik een fopspeen was, waar zou ik dan liggen? Misschien ergens hier. Voorzichtig, Narvi. Help! Dat mag niet nog eens gebeuren. Hey, wat een prachtige pyjama. Dank je. Heb jij de speciale fopspeen gezien? Ik zag hem gisteren nog bij het frambozenmeer. Geen zorgen, hij ligt op een veilige plek. Hey, de jellies hebben hem. Hou ze tegen. Hey, kom hier. Niet zo snel. Wij hebben hem nodig. Nee, daar gaat de fopspeen. Geef het terug. Van mij. Geen tijd. Oh. Fantasy boom. Misschien ligt hij hier. Of hier. Of hier? We gaan die fopspeen nooit vinden. Ah! Rennen! We moeten hier weg, snel! Deze kant! Snel! Hier doorheen! Maar we kunnen niet weg zonder de diamanten fopspeen. Ik heb de diamanten fopspeen. Wat is er aan de hand? Schiet op, we hebben geen tijd. Het lijkt wel alsof hier helemaal niemand is. Hallo? We zijn op zoek naar de speciale fopspeen. Misschien horen ze ons niet. Blijf zoeken, we kunnen niet zonder. Waar blijft dat wonder? Hey, zoeken jullie deze? Daar is het wonder. Ja, dank je, Sydney. We moeten weer terug en snel. Als we nu gaan, dan lukt het ons wel. Ja, laten we gaan. Kom mee. Hey, baby's. Daar zijn jullie. Is het gelukt? Mooi. Geweldig. We missen alleen nog die van Tutti Frutti. Die hebben wij. Wauw, dan hebben we ze allemaal. Geen geklets. Naar het gat. Maar het is daar heel gevaarlijk. Wat als je weer verdwijnt? We moeten speciale fopspenen gooien. Magie, werelden, samen en fantasy geen boom. Gaan. Ja, kom op. We gaan naar het fantasyportaal. Stella, ik... Eerst magie. Nee! En wat moeten we nu doen? Boom! Fantasywereld zal vergaan. Het grote gat wist ons te verslaan. Niet zeggen! Totti, geef me je fopspeen! Jij, goede avonturier! Sterk! Kom op, Stella, dit gaat je lukken! Over? Wow! Het is gelukt! Je bent magisch en speciaal! Goed gedaan, baby's! Roze, groen en blauw. Roze, groen en blauw. Jullie zijn de baby's uit het lied. Het bestaat echt. Ja, het Babysaurus-lied gaat over de dag dat Stella in het gat viel en Fantasywereld redde. Ik heb het voor haar geschreven. Lied? Voor mij? Hoor maar. Roze, groen en blauw. En alle andere kleuren vinden we vast ook heel erg gauw. We staan samen zij aan zij. Mijn vriendje, dat ben jij. Dat maakt mij altijd zo blij. Geweldig! Drink Magic Tears! Ga je niet terug naar je eigen wereld? Voor nu blijf ik hier. Fantasy niet boom, maar in mijn hart boom boom. Oh!
Een wereld vol sprookjes, deel 1. Een fruity parfum en klaar. Oeh, wow, cutie. Je straalt helemaal. Wie is er nu aan de beurt? Rim, eens zien. Ik wil iets speciaals. Dit niet, dit ook niet. Huh? Wauw, prachtig. Je ziet er heel mooi uit, Lulu. Geef eens hier. Ja, het is een prachtige cape. Van wie zou die zijn? Ik denk dat die van een omaatje is. Nee joh, hij is van een vliegende wolf. Superwolf! Ja, ja hoor, superwolf. Weten jullie het niet? Het komt uit een sprookje. De zakdoek van de gigantische baby. Ik wil hem eens om. Oh, wat zie je, wat zie je? Een konijn! Zien jullie hem ook? Nee, mag ik nu de cape? Ik wil hem ook ik zien. Ik ook, ik ga erna. Nou, ik zie de schaduw van een baby met een supergave hoed. Wow. Het is geen baby. Ik zie een prachtig huis. Nu is het mijn beurt. Ik zie... Is dat Superwolf? Waarom draagt hij een oma-nachtjapon? Ah, ik denk dat deze cape van een baby is. Nou, dan moeten we uitzoeken van welke baby. En wie kan ons daarbij helpen? Tina! De ruimte is alweer snel gevuld. Blijkbaar hebben jullie geen geduld. Deze cape lag in mijn speelgoedkist. Alleen, we weten niet van wie die is. En hij is magisch, probeer maar. Wow! Een magische cape is fijn. Mijn glazen bol weet van wie die kan zijn. Huh? Ik zie een eend of een zwaan. Huh? Bij een es of een eik. Het is een regenboog waar ik naar kijk. Misschien woont de baby daar. Kom mee! Wauw, ik ben dol op het regenboogmeer. Maar zo te zien woont hier niemand. En ik zie geen eend en geen zwaan en ook geen regenboog. We zoeken de baby hier bij het meer. We lossen samen het mysterie op deze keer. Bedoel je om het meer of in het meer? Om of in, het is een baby. Die heeft geen vin. Oké, je hebt dus geen idee. We zoeken in duo's. Koning, jij komt met mij mee. En ik zoek samen met Dottie. Wauw. Dit gaat zo niet lukken. Ik hoorde iets. Volgens mij is er iemand. We hebben je, baby! Nog 5 minuutjes. Er is niks veranderd. Maar ik hoorde nog een geluid dat ik niet ken. Kom mee, baby's. Waar gaan jullie heen? Die kant op. Waar? Wauw! Wie ben jij? Ik ben Sydney. Bewaker en beschermer van de regenboog en al zijn sprookjes. Maar, wat doen jullie eigenlijk hier? Ik heb deze cape gevonden. Maar we weten nog steeds niet van wie die is. We willen hem teruggeven aan de eigenaar, want hij is heel speciaal en laat dingen zien. Bekende, rare, ongelofelijke dingen? Inderdaad, ja! Dat zijn dingen uit een prachtig land. Ik kan jullie wel helpen. Mag ik hem even lenen? Deze cape kan nog veel meer dan je denkt. Kijk maar. Voorzichtig! Hou je vast! Ik heb geen controle meer! Dat scheelde niks! Nee, maar hier ligt een boek! Niet vallen, blijf maar staan. Kom, geef het boek maar rustig aan. Dit boek brengt jullie naar de eigenaar van de magische cape. Ik weet zeker dat diegene hem heel erg mist. Vanaf nu zullen jullie weer verder alleen moeten reizen. Wauw! Ooit heel erg lang geleden leefden alle baby's uit de sprookjes in de vallei samen in vrede. Maar de baby's uit de vallei stopten met lezen. En beetje bij beetje werden de favoriete personages en hun sprookjes vergeten en bleef het boek onversleten. Oh nee! Daarom zijn de bladzijden leeg, toch? Zoals Sydney. Wie het boek weer openen mag, een sprookje beleef je elke dag. Met een lach of traan zal er een nieuw boek ontstaan. Wow!
meer. Zou de eigenaar van de cape hier wonen? Waar gaan die wegen naartoe, denk je? Kijk heel goed naar het bord, van dat wijs je de weg. Je beleeft een sprookje met wat geluk en wat pech. Wordt vervolgd. Ja, het is een prachtige cape. Oh. Van wie zou die zijn? Wauw! Een witte zwaan! Een sprookje beleef je elke dag. Met een lach op traan zou er een nieuw boek ontstaan. Storyland, een wereld vol sprookjes, deel 2. Waar zijn we? Zou de eigenaar van de cape hier wonen? Oh, wie is die baby? Hoi, oh, zijn jullie nieuw hier? Ah! Oh, auw! We worden naar haar toegeleid. Misschien is zij iets kwijt. Wie ben jij? Je mandje. Dat is mijn cape. Jij bent de baby die we zoeken! Ik heb zelf een nieuwe cape gemaakt, maar hij is niet hetzelfde. De rode is uniek. Die is namelijk gemaakt van stoffen die maar eens in de 1000 jaar te vinden zijn. Oh, ah! Bedankt, het gaat wel. Oh, ik ben Scarlett. De bekendste ontwerper van Storyland. Scarlett! Huh? Komt ze jou bekend voor? Mij niet, hoor. Moeten we dit weten? Ik ben het vergeten. Maar hoe kan dat nou? Ik ben beroemd. Op het moment heb ik maar één klant, omdat ik steeds ben afgeleid en bestellingen niet op tijd lever. Maar ik heb wel wat toffe kleding ontworpen. Kijk, waar is mijn mandje? Oh nee, ik ben hem verloren. Ik moet er vandoor. Ik moet nieuwe kleding ontwerpen en leveren voor de derde bel gaat. Of ik verlies mijn enige klant. Waar heb ik hem nou gelaten? Wacht, hij vloog die kant op. Oh nee, aha, wacht. Niet hier, ook niet hier. Waar is mijn mandje nou? Het lukt niet alleen, dat zal je merken. Maar daarom moeten we ook samenwerken. Kan het zonder mij? Ik ben uitgeput. Maar dat heeft geen zin. Er is geen tijd meer en geen materiaal om kleding te ontwerpen. Ik ga mijn enige klant verliezen. Geen zorgen. Je hebt ons en de cape met stukjes stof die je zelf hebt gemaakt. We maken er samen iets speciaals van. Echt? Dat is geweldig. Volg mij. Hoorde je dat ook? En zo moet het worden. Ik wil helpen. Kan ik iets doen? Ik kan bijvoorbeeld dit. Wauw, vertel, hoe doe je dat? Je vliegt. Ik heb een vriend Peter. Hij kan ook vliegen. Mijn wolf is er gek op. Wow, wat? Is hier een wolf? Ja, haar naam is Keira. Ze houdt van eten. Echt een beest. De wolf is hier, dus verrek maar geen spier. Verrek geen spier? Dan zal ze me opeten. Hey, de stukjes stof. Maar jullie zijn toch niet bang, hè? Zeker een excuus om niet mee te helpen. Wat een leuk spel. Scarlett, op deze manier krijgen we het nooit op tijd af. De bel. Oké. Even denken. Eerst tekenen we een patroon. Dan plaatsen we de stukjes stof erop en dan naaien we het vast. Nu, snel. Oh, de bel. Waar is de wolf? Kijk, daar is het. We zijn er al. Ja gelukkig. Auw. Ja. Ja. Je hebt hem. Ja. De wolf. Oh, maar je bent een heel schattig wolfje. Keira, je hebt mijn matje gevonden. Pikkie krijgt nu 2 outfits. Ik ben er. Laat eens zien. Oh, wauw, het is perfect. De cape, ik snap het al. De cape komt uit een sprookje. Scarlett is Roodkapje. Oh, natuurlijk. Dank je wel, Scarlett. Ik zal het heel snel aandoen. En het zijn er 2. Geweldig. Het is gelukt. Het feestje ging door tot laat. Scarlett slaapt nog. Ik wil haar niet wakker maken. Zullen we een afscheidsbriefje maken? Ja! Oh, baby's! Wacht!
wacht, blijf nog even. Ik heb iets speciaals voor jullie ontworpen. Wow! Ik vind het prachtig. Bedankt. Echt cool. Dankzij jullie heb ik toch de outfits kunnen bezorgen. Ik had gewoon een beetje hulp nodig. Hiermee kunnen jullie nog eens terugkomen naar Storyland voor nog meer avonturen. Jullie zijn geweldig. Bedankt, Scarlett. Storyland Magic Tears. En zo ontwierp Scarlett met een klein beetje hulp, oh wat fijn, haar eigen prachtige en unieke kledinglijn. Wow. Huh? Waar komen jullie vandaan? Wauw, wat een prachtige outfit. Met deze outfit gaan we denk ik heel veel avonturen beleven. Pinocchio, wat een neus! Het is onmogelijk om in slaap te vallen met die krekel. Ik zal er eens iets van zeggen. Meneer de krekel, ik wil graag slapen. Ik moet nog groeien, snap je dat? Hoi, koning. Wat is er? Kunnen jullie ook niet slapen? Dat stomme krekelgeluid gaat maar niet uit mijn hoofd. Waar komt dat geluid vandaan? We hebben die krekel toch niks misdaan? Volgens mij komt het geluid uit het boek. Er is iets aan de hand in Storyland. Oh, ik ben zo slaperig. Er was eens lang geleden een baby die alleen maar liegen kon, waardoor het groeien van zijn neus begon. Hey, kijk! We moeten die kant op. Ongelooflijk. We gaan weg. Ja, het is altijd hetzelfde. Hey, niet weggaan, baby's. Ik weet niet waar mijn pop is. Ja, het zal wel. Als ik hem vind, speel ik een poppenspel. Dat beloof ik. Dit wil je horen. Zijn neus groeit helemaal naar voren. Ja, dat klopt. Dat gebeurt de hele tijd. Is het niet cool? Kijk, hij zei dat hij zijn pop kwijt was. Maar hij heeft hem toch gewoon vast. Inderdaad. Eens zien. Hoe heet jij? Ik heet Pinocchio. Pinocchio, je hebt je pop achter je rug. Oh, daar is hij. Dat had ik helemaal niet door. Ik ben zo vergeetachtig. Wat vreemd. Zijn neus groeit steeds verder. Nu dat je je pop hebt gevonden, kan je poppenspel beginnen. Ja, leuk. Nee, toch niet. Omdat ik ziek ben. Ja, ik ben super ziek. Hatoe. Oh, dit is verdacht. Blijkbaar ligt hier iemand. Ik zal je temperatuur wel opnemen. Wow. Je bent helemaal niet ziek. Pinocchio liegt keer op keer. Daarom groeit zijn neus steeds weer. Waarom lieg je zoveel? Ik? Ik lieg nooit. Hey, kijk uit. Je neus blijft groeien als je liegt. Nee, dat is niet waar. Ik heb nog nooit een leugen verteld in mijn hele leven. Echt niet. Wauw, kijk hoe hij groeit. Is hij zo lang? Ik zie het zelf niet, maar wel cool. Wat vinden jullie ervan? Wow! Voorzichtig! Wow. Hij steekt zo ver uit dat alles eraan blijft hangen. Ja, je lijkt wel een kapstok. Hij is zo lang dat je er gewoon overheen kunt lopen. Hey, ga van mijn neus af. Dat is niet leuk. Oh nee, Krik! Krik, het spijt me zo. Dat was niet de bedoeling. Oh, ik denk dat ik vast zit. Je hebt er geen neusje voor. Krik, gaat het met je? Ze zegt dat mijn neus de ingang blokkeert en het daarom donker is en ze niks ziet. Oh, arm ding, ze is bang. Doe, jullie moeten me helpen en Krik redden. Ha, natuurlijk. En 1, 2 en 3. Krik! Neusalarm! Zie je
wat er gebeurt als je liegt? Leugens brengen alleen maar problemen. En een lange neus die niet stopt met groeien. Nou, eerlijk gezegd had ik best wel een goede reden om zoveel te liegen. Ik wil al een tijdje meedoen aan de hoogspringwedstrijd en dat moet met een lange stok. Nou, dat moet wel een beetje gek zijn om een baby te zien springen met zijn neus. Ik heb gewoon nog nooit een eerste prijs gewonnen en ik wil ook ergens de beste in zijn. Maar waarom zou je daarvoor liegen als je de beste kunt zijn met je poppenspel en je vrienden zijn er dol? Je hebt gelijk. Ik heb mijn vrienden gekwetst door zoveel te liegen. En jullie ook. Ik kan verder leven zonder ooit een wedstrijd te winnen. Maar ik kan niet leven zonder mijn vrienden. Oh, hé! Hey, mijn neus! Kijk, hij zegt de waarheid. Dus je poppenspel gaat nu eindelijk beginnen? Ja, ik kan niet wachten om mijn vrienden te verrassen. Misschien speel ik in het verhaal wel een baby. Wiens neus nooit stopte met groeien. Bedankt, baby's. Storyland Magic Theater! En zo stopte Pinocchio zijn neus met groeien en werd weer normaal. Hij stopte met liegen en speelde voor zijn vrienden een mooi verhaal. Kijk, aliens! Hé, hey, niet liegen of je neus gaat groeien net als Pinocchio. En hier eindigt een geweldig avontuur. Fantasy Boom deel 1. Daisy, deze keer met nog iets meer energie. En 1, 2, 3 en... Er waren drie nieuwsgierige baby's. Die droomden van een wereld vol kleur. Een grote boom, het moest zo zijn. Een nieuwe wereld, oh wat fijn. Een nieuwe ontdekking voor de baby's onder de regenboog. Er ontstond een scheur en het gat ging open. Fantasy-wereld was niet veilig. De Pink Baby wilde ons redden. Wat een held! Nog niet. Oh? Je vergeet een heel stuk. Zwaard. Ze gebruikt haar zwaard. Wat maakt dat nou uit? En met haar zwaard probeert ze het te dichten. Maar Pink Baby verdween en was weer geheel alleen. Dit is het Baby-Saurus-lied, dus alles moet helemaal perfect zijn. Oké, nu de achtergrondzanger. Roze, groen en blauw. Nog eens, vanaf het begin. Even pauze, want ik heb dorst. Dit je tijd. Daar is geen tijd voor. Dit is een heel speciaal lied. Geen pauzes, totdat jullie het kunnen dromen. Ik kom niet meer van mijn plek. Ik ook niet. Ik kan niet zingen zonder de rest. Oké. Tina, wat is er? Het is toch bijna perfect? Bijna perfect is niet genoeg voor een Baby-Saurus-lied. Ik ga met haar mee. Kom mee, Nara. Tina! Waar is ze? Ze doet erg vreemd over dat Baby-Saurus-lied. Waarom is dat zo belangrijk voor haar? Huh? Wat is dat? Deze kant op, Nara. Wat cool! Een magisch zwaard. Dat vindt Tina geweldig. Wauw, ik ben sterk. Huh? Ik denk dat Nessie weer bezig is. Kom mee, Nara. Ze gaan dit te gek vinden. We gaan weer beginnen. En met haar zwaard probeert ze het te dichten. Maar Pink Baby verdween en was weer geheel alleen. Baby's. Hé, hey, kijk wat ik gevonden heb. Een zwaard. Zoals in het lied. Wow. Nee, dat kan niet. Nee. Wat is er ineens met Tina? Ze doet best wel een beetje raar, vind ik. Huh? Van mij. Van mij. Ah. Van mij. Ah. Wie is die baby? Ze is zo, zo mooi. Jij nam zwaard Stella. Nu gaat Fantasywereld boom. Ze zegt dat er iets gaat exploderen in Fantasywereld. Bedoelt ze een ballon? Gevaar! Magie van de werelden! Help! Is dit een raadsel? Je outfit is zo ja, cool! Ja, heel cool! Geen outfit! Stella wil avonturiers! Want avonturiers redden Fantasywereld! Ik ben een avonturier. Kijk hoe sterk ik ben!
Oké, avonturiers gevonden. Avonturiers Pink. Wauw. Wow. Oh, wow. Objecten, magie, werelden, fantasy, boom! Tina! Ze hebben een soort van baby Stella. Stella vinden is wat ertoe doet. Anders komt het denk ik niet meer goed. Fantasywereld zal vergaan. We moeten iets doen, anders zal er niks meer bestaan. Hoeveel werelden bestaan er? Storyland, Tutti Frutti Eiland, Babyflesvallei en Fantasywereld. De magie van elke wereld of fantasywereld, boom! Oh, explosie! Dit zegt mijn brein dat de speciale fopspenen van elke wereld de oplossing zijn. We gaan naar de Babyflesvallei. We hebben hulp nodig. Hey! Huh? Tina? Dina? Stella! Dat is lang geleden. Kennen zij elkaar? Geen idee. Stella miste jullie! Er is geen tijd te verliezen. De vier fopspenen moeten we zien te krijgen. Anders zal het voor Fantasywereld dreigen. Laten we gaan! We hebben de gouden fopspenen nodig. Oh, wel teruggeven. Ja, magie! Meer fopspenen! We hebben zo snel mogelijk de andere drie fopspenen nodig. Rennen, rennen! Help! Help! Hou vol! Help! Laat me niet los! Nee. Word vervolgd! Een wereld van vriendschap en magische verhalen. Crybabies. Storyland. Klaus, de kleinzoon van de kerstman. Ruthie. Ruthie is nog steeds bezig om haar cadeautjes op te schrijven. Kom op, Ruthie. Even kijken. Ik ben toch niks vergeten? Heb je chocoladeflesjes? Ja, die heb ik opgeschreven. Oké, ik wil er ook eentje. Als ze zo doorgaan, is er straks geen plek meer voor onze cadeautjes. Ik denk niet dat dit gaat lukken. Niet zo sipbabies. Het wordt misschien krap. Maar het beste cadeau is onze vriendschap. Al zou een nieuwe kerstbal leuk zijn. Wat was dat? Geen idee. We gaan op onderzoek. Ja! Kijk in het boek! Een koude wind komt uit het boek. We gaan naar Storyland en op onderzoek. Er was eens lang geleden een baby niet meer zo blij. De vreugde was voorbij. Ah! Wat is er hier aan de hand? Het is een beetje mistig, vind je niet? Een beetje? Het is heel mistig. Ik kan helemaal niks zien. Maar baby's, jullie hoeven niet bang te zijn. Er gebeurt niks. Kom op. Ook al zijn we een beetje bang, we moeten verder gaan. Geen zorgen. We vinden hem wel. Huh? Wat fijn dat jullie er zijn. Wie is die baby? En wat is er aan de hand? Ken je hem niet? Dit is Klaus. En het is zijn eerste jaar dat hij de kerstcadeautjes bij alle baby's moet gaan bezorgen. Maar alles loopt mis door de mist. Onderweg naar hier is hij zijn slee verloren. Maar het ergste moet nog komen. Ren, zijn beste vriend, is verdwenen. En ik begrijp nog steeds niet waarom hij wegging. Wij gaan op zoek naar Ren en beginnen in het zuiden. Willen jullie met Klaus meegaan en zoeken in het noorden? In het noorden? Ja. Oh, ja, natuurlijk. Geen probleem. Kwee, kwee, kwee. Kwee. Het begon allemaal een week geleden. Een hartenstong raasde door Storyland en nam mijn slee mee. Ah, ja, wij bouwden een schuilplaats met Piggy, want de wind was zo sterk. En toen ontstond de mist. Ren en ik zouden de cadeautjes wegbrengen als we wat meer konden zien. Je bedoelt alle cadeautjes voor Kerstmis? Mm-hmm. Ik heb het hele jaar geoefend op mijn opa's lach om aan alle baby's te laten horen. Maar zonder Ren kan ik niet meer lachen. Oh nee, waar heb je pijn? Zal ik je een pleister geven? Nee, Dotty. Zijn pijn zit van binnen. Cutie, zie je niet dat Klaus verdrietig is? Lulu, wat ben jij aan het doen? Kom hier! Die lach komt me bekend voor. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho. Dat is Ren. Het geluid komt daar vandaan. Snel!
zorgen. We komen je redden. We komen eraan. De cadeautjes. Ze vallen allemaal. Klaus, wacht. Ik moet de rest pakken, anders krijgen de baby's niks voor Kerstmis. Oh, nee. Daar gaan ze. Nee. Red. Broody, we moeten de slee vangen. Stop de tijd. Tijd gaat door. Jullie hebben de slee. Wow. Wacht, die lach, die slee. Jij bent Klaus, de kleinzoon van de kerstman. Ja, en vergeet Ren niet, mijn beste vriend. Storyland Magic Tears. En zo hebben de baby's geleerd dat ondanks het koude weer niet de cadeautjes het belangrijkst waren, maar hun vriendschap ook deze keer. Geen zorgen, Ren. We vinden wel een manier om toch nog alle baby's een cadeautje te geven. Ja, we hebben besloten om zelf iets te geven. Dus er is geen baby in de wereld die vanavond geen cadeautje heeft. Oh. Alle cadeautjes in de slee! Vrolijk kerstfeest, baby's! Vrolijk kerstfeest. Zorg ervoor dat niemand Storyland ooit vergeet en dat ze de sprookjes blijven lezen. En door het te lezen zal het boek nooit vergaan. En blijf in herinneringen en sprookjes altijd bestaan. Vrolijk kerstfeest! Ho, ho, ho! Een wereld van vriendschap en magische verhalen. Crybabies. Agatha, een heks in de problemen. Je bent het pisduister van de wereld. Hoi, Remy. Wow, wat een mooi kostuum. Dank je. Het is perfect voor de meest mysterieuze nacht van het jaar. De nacht van de baby-etende heksen. Een heks? Heksen? Maar die bestaan toch niet? Het is toch gewoon een feestje? Een feestje met zeer gevaarlijke heksen. Die baby's in muizen veranderen en opeten. Hey, het was maar een grapje. Kom terug. Hey, Dreamy, ben je klaar voor Halloween? Oh, ja, zeker wel. Crybabies, crybabies, magic tears. The world of friendship. Nee, niet omhoog. Stop, langzaam. Hou je vast. Oeps, sorry. Mijn hoofd. Wat? Zie je soms voor het eerst een pratende kat? Jij bent het maar, Stormy. Oké, we gaan door met de training. Oké, we gaan door. Waarom gaan we niet omhoog? De bezem, hij verloor zijn krachten. Ik ben de slechtste heks ter wereld. Misschien omdat hij niet magisch de baby ons heeft gezien. En dat mag nooit gebeuren volgens de heksenhandleiding. Weet ik. En daarom werkt de betovering denk ik niet meer. Maar waarom gebruik je niet gewoon een nieuwe spreuk op de bezem? Dat is niet zo moeilijk. Natuurlijk, maar welke dan? Met deze wordt hij groter, nee. Verander in een kikker, nee. Deze, vlieg hoog. En wat ik nodig heb, vind ik in het bos. Een mierentraan, duizendpootschoenen. Een hond! Wat is er, Spot? Huh? Wauw, wat heb jij een cool heksenkostuum? Dus als ik in de buurt ben van niet-magische baby's, verlies ik toch niet mijn krachten. Ja, het is een kostuum. Ik ben Agatha, een gewone, normale baby. Ik ben Dottie, en wat ben je aan het doen? Normale baby-dingen, niet iets magisch. Ah, het is een recept, wat maak je? Een taart, alleen mis ik nog wat dingen. Wil je me helpen? Natuurlijk, lijkt me leuk. Kom op, er is helemaal niks aan de... Wat is dit? Als dit een grap is, vind ik het niet grappig. Ja, monsterlijk lekker. Huh? Wacht eens even. Deze bezem is niet van mij. Auw.
Oeps, sorry. Ah! Hij is van een echte heks. Kijk, deze bezem is van een heks. En hij vloog en de kat kon praten. Heksen bestaan helemaal niet. Jawel, wacht maar. Koek, koek. Kijk, hier. Dank je. Ah! Oh, nee. Hé, hey, kijk, dat komt vast door die heks. Ja, dat zal wel. Kom mee, we gaan er naartoe. Ze wil dat Dottie in haar ketel gaat om haar op te eten. We moeten haar helpen. Kom op, heksen bestaan niet. Kijk zelf maar. De ketel is zo warm dat het lijkt op een warm bad. Vind je ook niet, Dottie? Heksen bestaan wel. Ik zei het toch? We moeten Dottie redden. Als we allemaal tegelijk rennen, is ze misschien bang. Je mag Dottie niet opeten. Wacht, wij heksen eten heus geen baby's. Maar zijn heksen niet gevaarlijk dan? Alsjeblieft, help ons. Alles is mijn schuld. Ik ben de slechtste heks van de wereld. Nou, misschien niet de slechtste. Je bent nog aan het leren. Ik weet zeker dat het spreukenboek het antwoord heeft. Vertrouw jezelf. Je hebt gelijk. Hier staat het. De omkeerbare spreuk. Dat is het. Tovenaar van tijd, u komt van pas en laat alles weer zijn zoals het was. Het is me gelukt. Ja! Ja! Wat een dag. Nou, blijkbaar had Koning toch gelijk. Heksen bestaan wel. En ze zijn goed. Nou ja, ik moet nog veel leren. Onzin. Jij kunt iets laten bewegen met de vingerknip. En spreuken ook weer omkeren. En vliegen op een bezem. Maar het meest magische van vandaag was nieuwe vrienden maken. Bedankt voor jullie vertrouwen in mij. Magic Tears! Tot ziens. Wauw! Nu is dit echt een heksenfeestje. Fijne niet-verjaardag. Heel goed, Bruni. Tina, nog een beetje meer. Dottie, doet het super. Kom op, baby. We hebben ze nodig voor ons ballonfeestje. Hé, er vliegt er eentje weg. Heb je hem weggeblazen? Hé, er gaan er nog meer. Oh. Ballonnen, kom terug. Het feestje is hier. Kijk het boek. Die trekt de ballonnen aan. In Storyland is er iets mis. Want iemand heeft een groot gemis. Laten we kijken wat daar aan de hand is. Er was eens lang geleden een baby met een lach. Want er was een feestje dat ze vierde elke dag. De ballonnen willen die kant op gaan. Daar is het probleem ontstaan. Ik kan niet wachten tot we weten wat voor avontuur we dit keer gaan beleven. Hé, het is nog niet afgelopen. Kom terug. Kijk, wie is dat? Huh? Niet weggaan. Hoi, ik heet Dottie. En hoe heet jij? Alice. Wat is er? Waarom ben je verdrietig? Omdat er niemand is om mijn niet-verjaardag mee te vieren. Is er iets ergers dan alleen te zijn op je niet-verjaardag? Niet-verjaardag? Nou, je verjaardag is de dag waarop je geboren bent. Dus je niet-verjaardag is... elke andere dag van het jaar. Is er niemand? Nee, niet echt. Rabi komt meestal wel, maar ik heb hem vandaag nog niet gezien. Huh? Daar ben je, Rabi. Waar bleef je nou toch? Rabi, genoeg. Mijn niet-verjaardag is een feestdag. Dat hoort gezellig te zijn. Geen zorgen, Alice. Wij willen het wel met je vieren. Ik ken een leuk verjaardagsliedje. Mm-hmm. Maar het is haar niet-verjaardag. Oké, daar komt-ie. Ja, we wensen je een mooie niet-verjaardag. Het is zo fijn, een groot festijn, laat het elke dag zo zijn. Ha! Een feest waar alles mag, op je niet-verjaardag. Wow. Samen met een grote lach. Daar is de taart met kaarsjes. Een grote taart met kaarsjes, allemaal voor mij. Elke keer wat meer en meer en iedereen is blij. Wil je iets zeggen, Rabi? Niet nu, we zijn aan het zingen. Kom op, doe mee. Op je niet-verjaardag. Samen met een grote lach, samen met een grote lach. Het is zo fijn, een
laat elke dag zo zijn. Niet elke dag, eentje niet. Maar wat moet ik dan op die dag vieren? Dan vier je verjaardag. Oh, maar dan moet ik eerst de kaarsjes uitblazen voor we de taart opeten. Richt precies en maak vooral niks vies. Wij helpen je. Heel goed. Gelukt. Huh? Huh? Ze zijn weer aan. Blaas harder. Huh? Mijn taart! Oh, net op tijd. Alweer, Robby? Je ziet toch dat ik bezig ben? Er is niks belangrijkers dan mijn niet-verjaardag. Het feestje kan weer doorgaan. Alice, we hebben de hele dag al feest gevierd. Het is voor ons bijna bedtijd. Jullie kunnen nog niet gaan. Kijk hoeveel cadeautjes er nog moeten worden opengemaakt. Oh nee, zoveel. Die kunnen we nooit allemaal openmaken voor je niet-verjaardag voorbij is. We kunnen ze bewaren voor een ander feestje. Mijn niet-verjaardag is nooit voorbij, want het is elke dag mijn niet-verjaardag. Waar gaan jullie nou allemaal zo snel naartoe? En hoe komen jullie dan daaraan? Oké, hoeveel niet-verjaardagen heb je eigenlijk al gevierd, Alice? Weet ik niet. Ik ben de tel kwijt. Maar ik weet wel dat ik de volgende 100 weer met jullie ga vieren. Huh? De volgende 100? Dat is te veel voor mij. Kom op, baby's. Dottie, zing nog eens een liedje. Ik heb geen inspiratie meer. We moeten de kaarsjes weer uitblazen. Die gaan toch weer aan. Bruni, gebruik je bellenblaas voor de theekopjes. Theekopjes? Bedoel je soms gitaar? Hé, mijn kopjes! Kom mee, Alice is nu afgeleid. Rennen! Hé, waar gaan jullie heen? Niemand verlaat mijn niet-verjaardag zo makkelijk. Mijn taart! Maar Robby, dat zijn toch mijn spullen? En vertel me, waarom wil je niet meer mijn niet-verjaardag samen met mij vieren? Snap je het niet? Robby is vandaag jarig. Dat probeert hij je dus iets te zeggen. Oh, ik voel me verschrikkelijk. Ik was de hele tijd alleen maar met mezelf bezig. Natuurlijk is er iets belangrijker dan mijn niet-verjaardag. Jouw verjaardag. Hier, deze cadeautjes zijn voor jou. Storyland Magic Tears. En zo kwam een eind aan dit verhaal. Ze maakte vrienden deze keer en leerde steeds meer en meer. Wat een prachtig avontuur! Ja! En de verborgen vuurvliegjes. We moeten meer cryjuice maken, want vandaag verwachten we veel gasten. Kom op, baby's. Jullie doen het geweldig. Een mooie dag voor een bezoek aan Tutti Frutti Eiland. Kijk nou. De lucht is niet meer blauw. Oh, wacht. Deze babyschaduw lijkt te willen spelen en gauw. Laat me met rust. Hé. Oh, dat vind ik makkelijk. Storyland heeft een probleem. Laten we gaan kijken en wel meteen. We maken ons klaar en gaan. Er was dus lang geleden een baby die ging 's nachts vaak op pad, maar overdag liever binnen zat. Dat is een nieuwe weg. Waar zal die heen gaan? Nee, nee en nee. Ik zei net ook al nee. Welke baby is er zo boos? Daar komen we maar op één manier achter. Ik wil nu niet naar buiten. Als jij wilt, ga maar. Tegen wie praat hij? Hij is Peter en ik ben zijn schaduw. Zijn schaduw? Ik ben moe. Laat me toch slapen. Nou, als je 's nachts niet de hele nacht weg zou zijn, dan ben je overdag ook niet zo moe. Ik ben niet de hele nacht weg, maar ik ga gewoon... Overal naartoe zonder mij. Want ik verdwijn als het donker wordt. Natuurlijk, want zonder licht is er geen schaduw. Waarom maken we geen plezier deze keer? Die hebben samen dan echt geen problemen meer. Ik hou van vliegen. Ik ook. Kom op, ik daag je uit. Nou, misschien op een later moment, want nu ben ik... Zo moe. Zie je? Het is duidelijk dat Peter 's nachts weggaat, omdat hij niet bij mij wil zijn. Nee, dat is het niet. Ik ga 's nachts gewoon... Het maakt ook niet uit. Laat maar. Ik moet nu echt gaan slapen. Waarom vertelt hij niet wat hij 's nachts doet? We moeten weten wat Peter 's nachts doet. Anders komt deze ruzie niet meer goed.
stil, anders horen ze ons. Pas op, je staat op mijn voet. Auw! Verrassing! Hoi, Peter. Wat leuk, ik ben dol op verrassingen. Komen jullie mij helpen? Ja, we bespioneerden je niet, hoor. Oh. Wauw! Ah, een klein lichtje. Dit vuurvliegje voelt zich vrij, maar het lijkt nu alleen niet zo blij. Nee, ze is haar vriendjes kwijt. En we hebben elke nacht al gezocht, maar ze kunnen op zoveel plekken zijn. Het is onmogelijk. En elke nacht verliest ze wat meer licht. Wij helpen je. Maar ik snap eigenlijk niet waarom je ons niet eerder om hulp hebt gevraagd. Ik ook niet. Ik dacht dat het in mijn eentje wel zou lukken. Maar ze is al bijna haar licht kwijt. Oh nee, je ziet haar bijna niet meer. Wat een coole fluit! Muziek geeft de vliegjes licht. Laat ons spelen, want door hun licht kunnen we ze beter zien. En we zijn met veel meer om te zoeken. Ja! Zoek het licht, zoek met elkaar. En deze keer zijn we veel met velen. Zoek overal, er is heus geen gevaar. Ze zijn zo schattig en ze willen spelen. Die kleine lichtjes vliegen heen en weer. Ze zijn zo snel en ze gaan op en neer. Steeds weer keer op keer. Ze spelen spelletjes, dan zie je ze niet. Maar dan ze graag, ze zijn door dit lied. En stralen tot je ze weer ziet. Ze stralen tot je ze weer ziet. Oh, ik kan niet meer wakker blijven. We vinden ze wel. Wacht maar. Kijk daar, snel! Wow! Oh, dat kietelt! Hey, wat doe ik hier? Het is nacht! Ik heb ze eindelijk gevonden! Daarom was ik 's nachts steeds weg! Ik moest haar vriendjes zoeken en ze weer samenbrengen! Maar waarom zei je dat dan niet eerder? Ik had je kunnen helpen! Ik ken Storyland veel beter dan jij! Denk je? Pak aan! Ik zie dat je hebt geoefend! Kom op, ik hoop dat jullie beiden winnen! Dankjewel! De volgende keer vraag ik eerder om hulp. En ik zal wat beter naar Peter luisteren. Samen gaat het beter, maar dat weet je nu wel, Peter. Bedankt, baby's! Storyland Lady Fears! En zo waren de vuurvliegjes weer terecht deze keer. En Peter en zijn schaduw hadden geen ruzie meer. Waar waren jullie? Jullie zijn laat, hè? Kom op, schaduw, ik daag je uit. Oh, maar ik ben nog een beetje moe. Nu ben ik degene die wat meer slaap nodig heeft. Oh.